In het nieuwe programma Dorpse Dingen nemen wij een kijkje in de dorpen rondom Breda. Zo zijn wij vandaag in Bavel, waar binnenkort een groot muziekevenement plaatsvindt. Bavel is Music. Gemaakt door en voor Bavel. U staat in de rij voor de kaartverkoop van Bavel is Music. Staat u al lang te wachten? Het valt nog mee, maar ik heb begrepen dat er binnen nog een hele lange rij is. Dus we moeten nog even. Okay, en wat verwacht u van de avond? Weer een heel groot spektakel. En voor zo'n klein dorp kun je zien dat ze ontzettend groot zijn dan. Heel bijzonder. In de rij voor Bavel is Music. Wat verwacht jij van deze avond? Heel veel. Ik ben zelf een van de artiesten die mee mag doen. Dus al voor de vijfde keer op rij. En ja, ik sta ook in de rij om kaarten te kopen. Afgelopen maandag de voorverkoop gehad. En vandaag dus de officiële kaartverkoop gestart. En nou ja, zoals je ziet, het is aardig druk. Dus hoop dat ze snel uitverkocht zijn. Okay, en wat kunnen we van jou persoonlijk verwachten? Ik mag een aantal nummers ten gehoor gaan brengen. Waaronder een medley met een aantal andere mensen samen. Een Nederlandstalige medley zal dat zijn. Ik ga een duet doen met mijn zus Maaike van Aert. En ik mag nog een nummer alleen doen. Dat gaat van Queen zijn. Ik ga nog niet zeggen welk nummer, want dat is nog geheim. Maar het belooft in ieder geval een heel mooi repertoire te worden. Ik sta hier aan het einde van de rij voor Bavel is Music bij de kaartverkoop. Hoe gaat dat in zijn werk hier? Nou, hoe gaat het in zijn werk? De mensen weten dat de kaartverkoop om 7 uur begint. En wij hebben zulke enthousiaste Bavelse mensen die hier van vanmiddag 2:30 al in de rij staan om vanavond toch de kaarten op hun avond te mogen en te kunnen ontvangen. En tot de laat denkt u dat u vanavond bezig bent gezien het aantal mensen wat hier staat? Want het is enorm, hè? Ja, het is natuurlijk enorm en daar zijn we heel blij mee. Wij verwachten dat we tussen 9:30 ongeveer met de kaartverkoop zover zijn dat we iedereen hebben kunnen voorzien. En hopelijk iedereen op zijn goede avond natuurlijk. Want daarom zijn de mensen zo vroeg hier, die willen per se op een bepaalde avond met hun vrienden of met hun familie zeker te weten dat ze dus op die avond de kaarten hebben. Goh, wat zie ik? Kaartjes bemachtigd. 8 voor de zaterdagavond. Geweldig. En met wie ga je daar naartoe? Met heel de familie. Heel de familie, ja. En wat verwacht je van de avond? Ja goed, ik ben de andere jaren ook al geweest. Het is een geweldige avond. Het is eigenlijk prachtig wat we wegzetten als dorp. En ik heb er 3 uur voor in de rij gestaan, maar het is het waard. Echt waar. Oké, okay, heel veel plezier. Dankjewel. Ja, wij staan hier momenteel in de sporthal De Huif. Maar dat is straks in maart omgebouwd tot de Bavel Music Hall. En dan ziet u, is deze zaal onherkenbaar. Dan ziet u straks een loei van een podium, een grote tribune en gewoon 900 mensen in Bavel die hier een hele mooie wervende show gaan bijwonen. Dus dit is het straks, de zaal waar alles gaat gebeuren en de zaal achter u, dat kunt u niet zien nu. Dat is straks de grote artiestencafé, een kleedruimte en dit wordt de doorgang naar het podium wat hier opgesteld gaat worden. Bavel is Music is 4 dagen, is me verteld. En kun je mij vertellen wanneer Bavel is Music precies plaatsvindt? Woensdag 16, donderdag 17, vrijdag 18 en zaterdag 19 maart zijn de uitvoeringen. Waarbij de woensdag een try-out is en 3 avonden is het uitverkocht huis hier bij Bavel is Music. En kunt u mij precies, precies vertellen hoe Bavel is Music tot stand komt? Dat kan ik wel vertellen. In 2000 kwam de Harmonie Sint-Cecilia, de lokale harmonie, die wilde graag een soort promsconcert organiseren. En die hebben toen mij benaderd, niet zijn als lid van de harmonie, maar gewoon een vrijwilliger. Die zeiden van, zou je dat willen organiseren? En ik had er eerlijk gezegd helemaal niet zoveel zin in. Ik denk, dat wordt een feestje van harmonie en koor en nou ja. Toen zeiden ze van, nou, over 2 weken is er een soort voorstelling in Oost-Brabant, ga je mee kijken? Ik denk, nou, daar ga ik mee kijken. En dan kan ik mooi zeggen dat ik het niet doe. Maar toen ik daar binnenkwam, was ik zo verrast van wat er allemaal ging gebeuren.
dat ik denk, ik heb 14 bierviltjes voorgeschreven. Ik had een tiet met bierviltjes voor met aantekeningen gemaakt. En ik ben naar huis gegaan en ik zei, dat gaan we doen. Dan heb ik een team geformeerd. We zijn van het eerste uur, onder andere Ron ook van het eerste uur. En Peter Bastiaans en Johan de Jong en Frits Verginnik zijn van het eerste uur. En nu nog steeds aanwezig. En wij draaien met z'n allen deze productie. En dat is, ja, dat is kicken. En de eerste keer is het heel moeilijk, omdat je dan begint met een blanco blad. En iedereen hoort wel verhalen, maar je hebt niks als referentie. En dan is het heel moeilijk om sponsoring bij elkaar te krijgen. Daar weet ik Ron, Ron zal alles over vertellen. Maar we hebben het wel voor elkaar gekregen. We hebben het gelijk getracht om op een hoog niveau neer te zetten. Dat we zeggen, jongens, het moet van kwaliteit, echt kwaliteit zijn. Zowel op uitstraling, als op zang, als op dans, als op dit hele gebeuren omheen. En dat is ons prima gelukt. En nu draaien we de vijfde dus een keer in successie deze geweldige editie. Nou, je hebt er straks, toen je binnenkwam, het een en ander wel voorbij zien komen, denk ik. U heeft het over kwaliteit en over talent. Hoe kan het zijn dat Bavel zoveel kwaliteit heeft? Nou, ik denk niet dat Bavel daar een hele grote uitzondering is ten opzichte van andere dorpen of steden. Alleen wij geven hier het talent het platform. En wij dagen de mensen uit om dat een keer met elkaar te doen. En dan zie je dat mensen uit hun comfortzone willen komen. Omdat ze allemaal een keer op de grote podium willen staan. Ze willen allemaal voor 3000 mensen optreden met een orkest van 80 mensen. Nou, dat is toch kick in je eigen dorp? Dat is de drijfveer van mensen. En wij creëren als organisatie dat platform. Maar ik denk dat ook een Ulvenhout of een Breda heel veel talent zit. Alleen het wordt niet ontdekt. Kwaliteit kost geld. Hoe komt u daaraan? Ja, daar moet je sponsors voor hebben. Daar moet je sponsors voor hebben. En ik denk dat wat Chris net aangaf, toen wij begonnen, hebben wij als bestuur toch wel strategisch nagedacht. En hebben gezegd van nou, we kunnen twee dingen doen. Je kunt op de gebruikelijke manier sponsors gaan werven. En dan ga je met alle respect overigens, dan ga je voor 50 euro naar een bakker en een slager. Dat is ook heel terecht. Je kunt ook zeggen, nou weet je wat, we gaan het groots aanpakken. En we gaan naar grote bedrijven. We gaan naar bedrijven op een industrieterrein. Nou, dat is een keuze geweest. We hebben ervoor gekozen om met het bestuur heel goed na te denken over kwaliteit laten zien. Eten leren doet verkopen. En vooral mensen verrassen. Dingen laten zien waarvan dat publiek zegt, potverdikkie, hoe krijgen ze het voor elkaar? He, want er wordt hierachter getennist en het is een gymzaal. En er rijden over twee weken rijden hier twee vrachtauto's binnen met licht en geluid. En iemand die hier nog nooit geweest is of die te gast is met een sponsor, die snapt niet wat hem overkomt. Nou, en het unieke is dat alles wat we doen, laat ik onze entreekaartjes maar zien die vanavond verkocht worden. In alles wat we doen zien we kwaliteit. En dan blijkt dus dat men heel graag betaalt voor iets waarvan men van tevoren weet dat het goed is. En dat is het verhaal. We doen het ook met sponsors. Wat wij bedacht hebben is, denk ik, best uniek. Sponsors staan normaal op een website. Hebben wij ook. Staan in het boekje. Doen wij ook. Maar wat wij ook doen, is een kick-off moment bij de sponsor. En als je het dan hebt over verrassen, wat ik ook heel erg leuk vond en wat eigenlijk ook wel heel erg gewaardeerd is, dat we op enig moment het bedrijf of de stichting Chattime zijn we gaan benaderen. Chattime, dat ken je wellicht, dat zijn jonge reporters die ergens in Breda wonen, die graag iets doen, net als jij met tv en geluid. Nou, en de Chattimers, die hebben fantastische opnames gemaakt, naar die sponsors toe, vragen gesteld. Volgens mij heb je er ook iets over opgenomen. Maar dat zijn leuke dingen. En dat is, ondernemen is een beetje pleasen, een beetje verrassen. En dat is wat we met elkaar, met Bavel en Music doen. Nou, laten we daar samen eens naar kijken. Wat doet u allemaal voor Bavel's Music? Ik heb dit hier georganiseerd, de kick-off. En ja, wat moet er dan allemaal gedaan worden? Dat zijn de meubeltjes moeten ingevlogen worden. Het podium moet allemaal opgebouwd worden. Je moet zorgen dat de mensen uitgenodigd worden en dat iedereen weet wat ze moeten doen op zo'n avond. Ik heb de entreekaartjes mogen maken en de website mogen ontwerpen. En het programmaboekje moet ook gemaakt worden. Dat ga ik binnenkort doen. En dan zorg ik dat het naar de drukker gaat en dat het allemaal gemaakt gaat worden. Dat iedereen het in hun handen krijgt. Dat is wat ik voor Bavel is Music doe. Nou, Bavel is Music is eigenlijk het mooiste evenement in Bavel. Want als je van dansen houdt en als je van muziek houdt, ja, dan moet je daar per se naartoe natuurlijk. Wij sponsoren Bavel is Music omdat mijn vrouw en ik het heel leuk vinden om daar 3 avonden van de muziek te kunnen genieten. En dat hebben we al vaker gedaan en dat is altijd heel goed bevallen. Dus toen ze deze keer vroegen of wij ook weer mee wilden sponsoren, hebben we ja gezegd. Wat verwacht u van die avond? Ik heb net een paar optredens gezien, dat vond ik echt geweldig. En ik vind het ook heel leuk dat jullie het interview doen. Dus ik denk dat het een
Ja, dat het echt ieder zijn verwachting gaat overtreffen. Ik ben nog nooit geweest, dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe het gaat worden. Wij verwachten daar een, wederom een heel groot spektakel. Met heel veel mooie dans en heel veel mooie muziek. En ook een hele gezellige avond waar we met veel vrienden en bekenden, en we kennen ook veel mensen in Bavel, dan fijn van kunnen genieten. Kunt u mij nog vertellen hoe bijzonder deze vijfde BIM wordt? Ja, we hopen weer heel bijzonder. We proberen iedere keer wel ook ons publiek en de sponsoren te verrassen met een nieuwe uitstraling. We hebben natuurlijk de beperking van de zaal qua veiligheid en nooduitgang, et cetera. Dus qua indeling is het niet veranderd, maar qua uitstraling van het programma is dat nieuwe technieken gaan we gebruiken. Ik denk dat we ook weer nieuwe gezichten aan het firmament hebben, nieuwe stemmen worden gepresenteerd aan het publiek. Een zeer verrassend programma en wat we allemaal hopen is dat iedereen helemaal als een dag gaat, een leuke gezellige avond heeft en heel tevreden naar huis gaat. Dat is het mooiste compliment dat wij kunnen krijgen. Dit was weer een uitzending van Dorpse Dingen. We waren vandaag achter de schermen bij Bavel is Music. Dank u wel voor het kijken en graag tot de volgende keer.